Het leek wel een explosie in Eindhoven. Het publiek was blij, de spelers, daar spatte de energie van af. Ja, dit is zo'n avond waar je dan als voetballiefhebber, in dit geval zeker als PSV-supporter, anderhalf jaar op hebt gewacht. Hè. Het was voor die wedstrijd proefde je al die sfeer, 23.500 toeschouwers. En ja, dan gaan ze voetballen en dan zie je hoe PSV vanaf minuut 1 er volle bak opvliegt. En ja, volgens mij waren we 1 minuut 30, 1 minuut 32 onderweg. Ja, en lag je al in het netje. Ja, en dat was een voorbode van een voor PSV een fantastische avond. Almost perfect. Clean sheet was perfect tonight. But I think we made a big step in our game, in our team spirit. We create a very good step forward with this result. Sahavi wilde dus niet spreken van een perfecte avond. Zegt dat ook direct iets over de ambities van dit PSV? Ja, nou, ik vind het een beetje voor de bühne. Ik laat het alsjeblieft een perfecte avond zijn. Want als je dit niet perfect vindt, ja, wat hij zei inderdaad, die tegentreffer. Maar als jij in eigen huis met 5-1 van Galatasaray wint. En ja, we moeten benoemen Galatasaray niet in beste doen. Niet het Galatasaray van jaren geleden, dat weten we allemaal wel. Maar als jij in eigen huis in de voorronde van de Champions League met 5-1 wint. En ook de manier waarop, de doelpunten die je maakt, de manier van pressen. Ja, dan moet je gewoon heel erg tevreden zijn. En ik vroeg Roger Smit ook nog van, was dit de beste wedstrijd onder Roger Smit bij PSV? Hij twijfelde even, ik zag hem even lachen. En hij zei volgens mij dat het een hele goede wedstrijd was. Maar stiekem had hij volgens mij best wel ja willen zeggen. Ja, yeah, like you said, I think we also played last season a few really good games. Maybe not on that level like we played tonight. So I think, of course, we developed so as a team. And also we used the preseason to step forward. And I think that's clear that we have to develop because the goals of PSV are really high. So we want to play Champions League. It was clear tonight we have to play a good first match to create the requirements to promote to next stage. And so all the players they would like to play Champions League. We have a lot of young players. They never played in this competition. And so I think the motivation is high. Een hele belangrijke ontwikkeling is wel dat die selectie veel eerder bij elkaar was. Ze hebben nieuwe jongens gehaald. Die waren er echt al heel vroeg, begin van de voorbereiding. En vorig jaar kwamen bepalende spelers zoals Zahavi en Gutsen kwamen heel laat. Die waren niet helemaal fit, moesten wennen, acclimatiseren. Elke speler heeft dat als hij bij een nieuwe club komt. Ja, die jongens die staan er nu gewoon. Want ja, dat zijn meteen ook twee van de smaakmakers, natuurlijk Zahavi en Gutsen. Het is een ingespeeld elftal. Ze weten wat Roger Smit wil. Roger Smit ook wat details gedaan. Iets anders druk zetten. Iets meer in een 4-2-3-1 formatie met het koppeltje Zahavi Gutsen. Ja, het loopt gewoon lekker. Ze vinden elkaar. En ja, daar hebben ze op trainingskamp in Duitsland hebben ze hard aan gewerkt, aan de patronen. En dat is het wel het leuke aan dit voetbal. Want er is best wel veel kritiek geweest op gegenpressing en de manier van voetballen van PSV. Maar als het eruit komt, is het ontzettend leuk om te zien zoals vanavond. Ja, voorafgaand aan dit duel ging natuurlijk veel over Malen en Dumfries die er nog niet bij waren. Denk je dat daar in Eindhoven over gesproken blijft worden? Nou ja, ik begreep dat ze allebei op de tribune zaten vanavond. Ze kwamen even in beeld inderdaad. Ik ben benieuwd hoe die jongens aan die wedstrijd hebben gekeken. Natuurlijk blij voor het teamgenoten, maar het is ook wel een beetje confronterend dat je bent officieel nog niet weg. Maar eigenlijk zie je dat je ploeggenoten het al zonder jou kunnen. Ja, nou kijk, over Malen is veel gezegd, ook best wel wat kritiek geweest op Zahavi. Nou, één wedstrijd zegt dat niks voor een heel seizoen, maar de Zahavi van vanavond in een wat vrijere rol, los van Malen, de enige echte spits. Ja, dat ligt hem wel. Dus ja, over Malen gaan we het waarschijnlijk alleen nog maar hebben over de transfer naar Borussia Dortmund, wat nu toch wel speelt op de achtergrond. Om dat om het even mee te pikken, die clubs, er is geen formeel bod, maar er is wel over en weer wat contact geweest. Dortmund gaat dit weekend op trainingskamp en wil heel graag Donjan Malen meenemen. Nou ja, het zijn twee koppige clubs. De een wil niet meer betalen en de ander wil minimaal dat ontvangen. En ja, dat botst nog een beetje, maar ja, de verwachting is toch wel dat rond gaat komen binnenkort. Dus dat is Donjan Malen. Ja, en Denzel Dumfries, ik moet zeggen, ik vond Mwene, de respect, niet de allerbeste indruk maken. Misschien wel een van de zwakkere aan PSV-kant. Kwam ook een beetje dat tegendoelpunt uit voort, hè? Die bal mag niet voorkomen eigenlijk. Ja, moet ik er ook weer meteen bij aangeven dat hij nooit zo vrij mag koppen. Maar ja, oké, bij 5-1 praat je daar toch net even wat minder over. Ja. Dat is voor later in het seizoen als het wel onder. Dus nee, ja, Dumfries is nog niet opgevolgd. Alleen op een avond als deze, ja, dan gaat het daar niet over. En dan zijn dat de twee jongens waar ze het in Eindhoven veel over gaan hebben als het gaat om hoeveel geld gaan ze opleveren. Ja, want is dat nu ook belangrijk? Want de Champions League levert eventueel geld op, maar transfers natuurlijk misschien nog wel veel meer. Tenminste, dat is wel wat PSV wil.
Dit is wat dat betreft een hele cruciale fase voor PSV. Het is eigenlijk, PSV is op zoek naar geld. PSV is op zoek naar heel veel geld. Dat zit hem in de Champions League. Nou, dat kan je als je voor de Champions League plaatst, alles bij elkaar opgeteld. Rond de 30 miljoen gaat je dat opleveren. Maar ja, die transfers gaat PSV nog veel meer opleveren. Dat kan wel eens richting de 50 miljoen gaan voor Malen en Dumfries. Ja, dan zou je, als je echt een fantastische zomer hebt als PSV zijn, er zomaar 80 miljoen op kunnen halen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor PSV-begrippen. En dat is eigenlijk schaken op twee borden. En dan was er best wel wat discussie van tevoren van, ja, moet je dan in deze cruciale fase dan niet kiezen voor, misschien wil je beste spelers, Malen en Dumfries, niet voor niks er zoveel opleveren. Nou ja, Schmid heeft in ieder geval in deze wedstrijd bewezen tegen deze tegenstander dat hij het ook met de vervangers van Malen en Dumfries kan. En dat er gewoon een heel goed elftal staat. Ja, er werd natuurlijk ook nog even aan Schmid gevraagd naar zijn wissels. Want daar gaat het eigenlijk altijd over bij PSV. Zolang in ieder geval Iatara op de bank zit. Ja, of course, everybody is disappointed if we cannot play in a starting 11 tonight. So, of course, because it's a great game and in the full stadium. But that's for all the football teams all over the world the same. Yeah. Only 11 players can play and the other players are on the bench. And if we need them, they have to be ready. And so that's, and then they can work in the minutes they play to show up and to work on their position. Or I have to do it in training. So that's always the situation. Of course, we need concurrence in the squad, but nevertheless, good concurrence means also that all the players know that only 11 players can play, and that the bench and the atmosphere on the bench is crucial also for each team spirit. Er is veel gezegd en geschreven ook de laatste dagen weer over Iataren en Schmid. Daar hebben wij ook aan meegedaan. Laten we daar niet meer te veel op inzoomen, maar wel het feit dat op het moment dat er een plekje vrijkomt aan de zijkant waar Iataren gewoon kan spelen, dat hij dan kiest voor Thomas. Ja, dat geeft aan dat Thomas hoger in de pickorder staat bij Roger Schmid. En als voetballiefhebber snap je dat waarschijnlijk niet. Want dan zeg je van, ja, Ryan Thomas is een veel mindere voetballer. Maar ik zie op een gegeven moment zie ik hem nog wel een bal veroveren in verdedigend opzicht. Ja, die jongen is heel taakbewust. Die is er heel goed in. Iatara moet zich vooral richten op de teampositie. En daar staat Gutsen. En Gutsen is fit. En Gutsen is goed. Dus dat is heel lastig. En ja, deze discussie zal nog wel even doorgaan. Maar ik denk dat ook Mo Iatara vanaf de kant heeft gezien dat dit PSV zonder hem ook wel erg goed gespeeld heeft. Ja, ik zag ook Toon Gerbrands even meeluisteren bij de persconferentie. Want de directie zal daar toch ook iets van vinden dat een van de grootste talenten van PSV op de bank zit. Ja, daar zullen ze iets aan vinden. Aan de andere kant is het bij PSV ook heel duidelijk. Roger Schmid is trainer. Roger Schmid bepaalt de opstelling en die kiest in zijn ogen de sterkste elf. En als dit zijn sterkste elf is en ze daar met 5-1 winnen van Galatasaray, ja, heeft de directie in wat dat betreft ook niks te vertellen. Er is veel vertrouwen in Schmid, veel vertrouwen in zijn werkwijze. En na een avond als deze is dat ook heel makkelijk. Gewoon achteroverleunen, want het betaalt zich uit. Conclusie, de steunpilaren staan. De steunpilaren staan, de basis van dit PSV staat, denk ik. Één wedstrijd zegt nog niet alles. Alleen moet ik oppassen, want in Nederland gaat nu al snel over het matige Galatasaray. Maar laten we erop houden dat PSV echt een uitzonderlijk goede wedstrijd heeft gespeeld.